Herman van de Cotelet. We staan hier op het Kolkplein voor een prachtig pand. Dat was vroeger een pastorie, als ik het goed begrepen heb. Toen werd het een bank, toen het politiebureau en toen zijn jullie erin getrokken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Helemaal goed. Maar er gaat hier wat gebeuren. Vertel eens. Nou, sinds wij in het pand zitten, hadden we al bedacht dat we er ook wel iets anders mee gingen doen dan alleen wonen. En inmiddels zijn we helemaal klaar met verbouwen. Dus nu hebben wij een plan opgevat om een B&B te beginnen. Zo. Zullen we eens even gaan kijken? Nou, lijkt me een goed idee. Ga je mee? Tijd geleden dat ik hier was. Want dat was denk ik al 5 jaar geleden dat het huis opgevijzeld is, hè? Ja, dat klopt. Koffie, thee, koelkastje, aardigje, met een rolletje normaal gesproken. Nostalgisch aanrecht. Nostalgisch, ja. Dat ook riet, geloof ik, hè? Uitgebreid proeflogees gaat, dus we zijn er helemaal klaar voor. En ben je ook lid van, of tenminste welkom voor fietsers, wandelaars en ja, iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Ja. Schilder heb je zelf gedaan? Ja, alles. Echt waar? Ja, het hele huis. Van onder naar boven en van binnen naar buiten, alles. We zijn lid van bedandbreakfast.nl en daar kunnen mensen gewoon googlen en kijken wat ze leuk vinden om te boeken. Er zijn er inmiddels al een heel stelletje hier in het dorp, hè? Ja, maar ja, het is ook eigenlijk wel heel hot and happening voor de 50-plussers en zo. Die gaan allemaal naar een bedandbreakfast.